De eerste vraag is natuurlijk, waarom is een wooncoöperatie gewenst? En een wooncoöperatie in het huidige tijdsbestek is gewenst omdat mensen veel meer dan ooit zelf inhoud kunnen geven aan hun eigen wonen en leven. En het is natuurlijk heel gek dat je dat op allerlei mogelijke manieren kan doen. Je kan dat in je gezin doen, in je huishouden, met je partner, met school, noem maar met je beroep. Alleen in het wonen is het gedefinieerd en ben je afhankelijk, laten we zeggen, van dat wat de corporatie aanbiedt. Dus wat we willen is een woonstelsel waarin naast de corporatie er een gelijkwaardige partner gaat ontstaan. En dat is de wooncoöperatie. Waarom zouden mensen dat willen? Ik denk dat er op dit moment al heel veel initiatieven in het land zijn van mensen die zich min of meer, huurders, die zich min of meer willen verzelfstandigen om allerlei redenen. Dat kan betaalbaarheid zijn, dat kan beheer zijn, dat kan het programma zijn, dat kan een community gedachte zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen die de kracht hebben om dat te doen, dat je die ook dat je die positief waardeert. En dat je die dus in de gelegenheid stelt om te komen tot vormen van zelforganisatie. Maar belangrijk is natuurlijk dat je het beheer van wonen en wijken, of van wonen in wijken en buurten, dat je dat gaat delen. Ik neem altijd de Schilderswijk als voorbeeld. Daar zijn drie corporaties, waarvan één een hele grote, en dat is bijna een monopolist op het gebied van wonen. We praten wel over 30.000 huishoudens. En dat is eigenlijk heel gek. Eigenlijk moet dat wonen gedeeld worden gewoon door veel meer partijen die belangen hebben. En gelukkig zijn er veel huurders die dat ook graag op die manier willen vormgeven. En ik zou zeggen, maak ze verantwoordelijk. Geef ze de gelegenheid om zelf inhoud te geven aan dat wonen. Nou, het belangrijkste is, daar begint het mee, is dat corporaties, laten we zeggen, zichzelf niet beschouwen als een vastgoedbedrijf, maar echt als een instelling die het wonen in wijken en buurten en met name het samenleven meehelpen vorm te geven. Dat kan je doen door een goed verhuurbeleid, maar dat kan je ook doen door mensen in de gelegenheid te stellen een wooncoöperatie te vormen. Op het moment dat je dat doet, heb je het voordeel dat er meer partijen belangen hebben bij de kwaliteit van een buurt. Dat mensen daar ook zelf meer gaan investeren, dat is gewoon aantoonbaar. Ik kan dat aan de hand van talloze voorbeelden geven. Dus je hebt meer partners, de gemeente heeft gesprekpartners, de corporatie heeft gesprekpartners, maar de burger die neemt ook in kracht toe. En dat in deze tijd is het eigenlijk heel gek dat dat in het wonen niet of nauwelijks vorm heeft gekregen als het gaat om lagere inkomensgroepen. Het belangrijkste bij zijn symposium is dat we doorgronden wat eigenlijk de betekenis is van de huidige corporatie, van ons eigen. Het belangrijkste van zo'n symposium is dat we doorgronden wat nou eigenlijk de rol en de betekenis is van ons woonstelsel. Zijn dat wooncorporaties die zichzelf beschouwen als vastgoedbedrijf, of zijn dat corporaties die bezig zijn met het samenleven in wijken en buurten? En hoe kan je, laten we zeggen, die verantwoordelijkheid delen met de burger zelf? En dat kan bijvoorbeeld in dat systeem van de wooncoöperatie.